Deze podcast wordt aangeboden door zinne.nl. Will you please listen up to what I have to say? Cause we're in for some old-fashioned wrestling today. Not the violent, oily, opposerish kind, but the kind that involves pins and thumbs you will find. Cause it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. So we will discuss pros and cons, faults and pluses of all your favorite movies. And we will ponder the merits of cinema in this WrestleMania. Hallo pot people! Wauw! Dat is van Invasion of the Body Snatchers. Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Duimpje Worstelen. De podcast waarin ik, Ruudje Vos, elke keer weer met een andere podcast ga praten over een bepaalde film waarover wij het niet eens zijn. Dit is aflevering Paradise 89, aflevering Kamikaze 89. En het is er een met een hoog festivalgehalte. Mijn gast deze keer is namelijk Maarten van Gageldonk, Head of Program bij het Kaboom Animatiefestival, dat dit jaar wordt gehouden van 28 maart tot 3 april in zowel Amsterdam als Utrecht. En ook voor een deel online. Maar ik ken Maarten ook van verschillende andere dingen, zoals bijvoorbeeld Kloosterkino, een uber charmante avond gevuld met animatieshorts die hij samen met Mike Hagens op poten zette in het Dobbelmanklooster hier in Nijmegen. Of wat dacht je van het Go Short Filmfestival hier in Nijmegen, waar Maarten ook jarenlang als operateur heeft gefungeerd nadat hij die baan ook al een aantal jaar in Lux uitvoerde. Go Short staat trouwens ook weer bijna op stapel van 1 tot 10 april hier in Lux in Nijmegen. Maar ik denk dat ik Maarten voor het eerst tegen het lijf liep bij een paar literatuurvakken van Engelse taal- en cultuurstudies, waar ik tijdens mijn minor wat extra curriculaire vakken volgde. Maar het thema waarom dat we deze keer met elkaar praten is vanwege het animatiefilmfestival Kaboom. En dus hebben we ook een animatiefilm uitgekozen om het over te hebben. En dat is Coraline, de animatiefilm van Henry Selick uit 2009. Een prachtige stop-motion film gebaseerd op het gelijknamige boek van Neil Gaiman. Met stemmen van onder andere Dakota Fanning, Terry Hatcher, Keith David en Ian McShane. Geen slechte namen. En het gaat over de blauwharige Coraline die samen met haar ouders in een afgelegen huis komt te wonen in Oregon. Maar als haar ouders het te druk hebben met het boek waar ze mee bezig zijn om aandacht te besteden aan Coraline, vindt ze een deur naar een andere wereld. Een soort spiegelwereld. Waar andere versies zijn van haar ouders die veel leuker zijn en van haar irritante buurjongetje en andere buren. En allemaal hebben ze ook, merkwaardig genoeg, knopen voor ogen. En al gauw blijkt natuurlijk dat die andere ouders eigenlijk vooral kwaads in de zin hebben. Vooral de Other Mother, een wezen dat eigenlijk ook bekend staat als The Bell Dam. Maar uiteindelijk, met de hulp van een pratende zwarte kat en van de irritante buurjongen Wybie, weet Coraline zich te ontworstelen aan de klauwen van deze Bell Dam. Ze bevrijdt ook de geesten van andere kinderen die het slachtoffer waren van de Bell Dam en ze leert uiteindelijk zelfs waardering te krijgen voor haar echte ouders. Einde film. Coraline was een van de eerste keren dat ik de fantasie van een van mijn favoriete schrijvers, Neil Gaiman, eindelijk op het grote doek zag vertaald worden. En ik was er zeer van onder indruk. En daarom was ik des te blijer dat Maarten er wat minder enthousiast over is en er dus ook graag over wilde praten. Dus laten we zeggen, gauw over naar het gesprek met Maarten van Gageldonk over Coraline. Maar nu is dit. Show me the money. Hey, vind jij deze podcast leuk? Nou, deze podcast vindt jou ook leuk. Alleen al omdat je ernaar luistert. Zelfs als je maar af en toe luistert.
Maar als je het leuk vindt om leuk gevonden te worden, dan kun je nog leuker gevonden worden door te doneren. Je kunt met een klein maandelijks bedrag deze podcast financieel steunen op Patreon. En als je dat doet, krijg je er ook nog leuke dingen voor terug. Om te laten zien hoe leuk we jou vinden. Wat zeg ik? Om te laten zien hoeveel we van je houden. Dus ga naar patreon.com/duimpjeworstelen en krijg heel veel warme gevoelens. Maar zelfs als je dat niet doet, simpelweg heel erg veel dank alleen al voor het luisteren. 3, 2, 1, 5. Ja hoor, jij mag sturen en ik heb een beetje wat dingen voor mezelf opgeschreven. Ik vond Coraline wel weer heel herkenbaar. Dat komt wel meteen weer helemaal in en het wel heel, ja, een soort stijl of zo, die heel erg like hij is en heel erg... Ik lijk hem ook wel heel erg Henry Sutton. Heel erg Henry Sutton. Mijn duim zit eigenlijk meer in het midden. Ik heb zoveel waar ik over twijfel. Ja, maar dat is ook echt allemaal... Maar dat is juist eigenlijk wel weer leuk, want dat maakt het gesprek ook interessant. Omdat ik zie ook wel hele positieve punten in deze film. Ik kan niet zeggen dat ik echt negatieve punten zie in de film, maar ik was wel minder onder de indruk dan eerdere keren. Ja. En ik heb hem ook al een paar jaar niet gezien. Het is misschien wel echt een bioscoopfilm. Ik heb toch het vermoeden dat hij in de bioscoop misschien toch nog wel beter tot zijn recht komt. Geloof ik, maar ik heb hem nooit in de bioscoop gezien. Ja, ik volgens mij origineel wel in 2009. Dat was de eerste keer dat je hem zag. When I saw this movie for the first time. Ja, dat is de eerste keer dat ik hem zag in 2009. En nu heb ik hem dus voor de tweede keer gezien. Dus mijn herinneringen kwamen ook uit 2009. Mm-hmm. En ik weet wel dat wat ik toen ook vond, dat ik dat nu nog steeds wel een beetje vind. Mm-hmm. En dat is een soort balans tussen... Wauw, wat goed gemaakt. Yeah. Want dat is hij gewoon. En daar kan ik zo meteen ook wel wat over zeggen waarom ik dat zo goed vind. Mm-hmm. Wat ik technisch zo knap vind aan deze film. Ik heb ook een kleine kanttekening bij. Ja, ja. Ik voel daar iets aankomen, maar ik ga maar zien of dat het zo is. Ja, ja precies. Aan de andere kant, wat ik toen ook had is... Dit is een film die eigenlijk 100% character driven is. Ja. Gaat echt alleen maar om de karaktertjes en de sets. Ja. Daarin denk ik dat je ziet dat het een animator is die regisseert. Okay. Dat gevoel heb ik. Ja. En wat me toen stoorde me nu ook weer enigszins. Waarom niet net iets meer achtergrond bij de karakters? Waarom niet net iets meer uitwerking dan alleen die flat characters? Dat is een ding. Dat is je opening statement? Ja, dat is een ding wat mij nu wederom wat stoorde. Mm-hmm. In de uitwerking bijvoorbeeld van twee van die ouders. Ja. De ongeïnteresseerde ouders die eigenlijk te hard aan het werk zijn om goed op hun duidelijk heel erg intelligent kind te letten. Daarin merkte ik nu wel heel erg dat ik dat wel heel erg flat characters vond en heel erg clichés vond. En dat dacht, daar zou je nog net iets, als ze iets meer backstory hadden gehad, en het had eens heel veel hoeven zijn. Nee, het is gewoon net een klein beetje vatbaarheid van... Ja, want nu is het wel heel erg gewoon de cliché van vader die alleen maar aan het schrijven is en daarom niet op zijn dochter wil letten. En moeder die eigenlijk ook alleen maar met het bedrijf bezig is. En misschien ook wel een beetje toch het Amerikaanse cliché van kun je wel beide werkend ouders zijn en tegelijkertijd een kind hebben. En dat... Ja, nou, ik hoefde daar niet per se een veroordeling in, maar wel dat ze, doordat ze zeker nu heel veel druk hebben met deze ene opdracht, zeker dat er financieel wat van afhangt door omstandigheden, dat wel net ongeluk uitpakt op zo'n moment. Ja, precies. En maar nu dacht ik, als je nog net iets meer achtergrond daarin had gebracht op een bepaalde manier, iets meer had, misschien ook... iets meer had verteld over... en dat had ook in details gekund. Dat doet de film wel. Ze komen duidelijk ergens anders vandaan. Daar had zij ook vrienden. Die zien we ook heel even in zo'n soort geanimeerd portretje. Ja. Maar net iets... Het kan me ook nog voorstellen dat dit wel in het originele script heeft gezeten en dat dit eruit geknipt is vanwege tijd. Dit lijkt me dingen die je misschien schrapt uiteindelijk. Ja. Voor zover ik het nog weet, zat het ook niet heel erg duidelijk verder in het boek. Ja. Alleen in het boek heb je meer woorden om, weet ik veel, toch achtergrond te suggereren met bepaalde woordkeuzes en dat soort dingen. En de sfeer daarin neer te zetten. En daardoor voelt het wel als sneller dat een personage af is dan wanneer je het letterlijk ziet misschien. Ja, precies. En dat bleef me nu, bleef me dat in de manier waarop het verhaal verteld wordt wat dwars zitten. En wat daar ook bij kwam, is dat... Het is ook een soort, die film is ook een beetje een soort scriptwriting 101. Er zitten ook best wel hele duidelijk, ik zie de lijntjes te veel lopen.
Je bedoelt bijna het heldenverhaal van je gaat een wereld in. Ja, en ook de manier waarop bepaalde dingen die dan later belangrijk worden, er toch al even ingeschreven worden. Er is toch het idee dat die oma van dat jongetje, die had een zus. Ja. En dat zusje is kwijtgeraakt. En dat is toch weer een soort voorafschaduwing van wat later. Dat lijkt, ik kan een soort diagrammetje tekenen. Ja, maar een lijntje trekken. En dat is, in die zin, zal waarschijnlijk een scriptwriting coach zeggen, heel goed geschreven. Maar het is ook heel erg binnen de lijntjes en er zit niks verrassends in. De film verrast je nergens op welk moment dan ook door ineens iets anders te gaan doen. Maar misschien is het unfair om dat van dit type film te verwachten. Hoor. Dat zou ook best kunnen. Ik vraag me ook af, ik weet dan echt niet meer hoe dat in het originele bronmateriaal zat. Maar dat, ze hebben ook wel echt wat dingen aangepast, dat weet ik wel. Ze hebben wel echt wat dingen aangepast om het wat meer... toch wat meer verhaal te geven. Nog steeds zijn er ook wel meer recensenten geweest bij Roger Ebert niet, maar wel bepaalde anderen wel die zeiden van het is heel mooi qua stijl en dat soort dingen, maar dat wat meer verhaal mogen hebben. Ja, dat is een. Ik heb bewust nu niet, ik dacht nog moet ik recensies gaan lezen, dat heb ik bewust niet gedaan. Mm-hmm. Ik dacht dan word ik er heel erg door beïnvloed. Ja, precies. En zeker door Roger Ebert, want dat is dan toch een soort van persoonlijke held. Mm-hmm. Hij noemde het vooral een hele mooie film over verschrikkelijke mensen. Ja, nou ja, dat is het natuurlijk ook. En wat dat betreft komen de clichés over die verschrikkelijke mensen komen ook heel makkelijk naar voren in de film. Ik denk dat wat dieper liggend, wat me nu wat stoorde, maar dat ben je best wel aan het interpreteren, is aan de ene kant vond ik het positief, want het is een sterk vrouwelijk karakter als hoofdpersoon. Mm-hmm. Die ook echt leuk en interessant is. En ze hoeft niet haar heldhaftigheid te vinden. Nee, en zonder dat het op een soort Frozen-achtige manier moet. Met een I want song. Ja, precies. Nou. En zonder liedjes, dat scheelt ook weer. Ja, maar, ja één liedje, Coraline. Dat de ja, precies. Ja, en dat is het wel. Ja, op de piano inderdaad. Ja, precies. Leuk gedaan door de zanger van We Might Be Giants. Oh ja. Fact Check Norris hier. De Other Father Song is gezongen door John Linnell. En hij is de zanger niet van We, maar They Might Be Giants. Fact Check Norris uit. Wat wilde ik zeggen? Dus dat vond ik aan de ene kant heel positief. Het is een film die een krachtig vrouwelijk hoofdpersoon neemt, zonder dat de film daar zelf eigenlijk heel veel van maakt. Niet gaat zeggen van dit is... Nee. Dat is niet iets waar de film niet, heel... Niet zoals Disney gaat te koop lopen met van... We hebben voor het eerst eindelijk een homoseksueel personage. Nou ja, precies. En dat zit hier helemaal niet in. Hè? Dat is gewoon een gegeven in de film dat zij de hoofdpersoon is. En als publiek ga je daar heel makkelijk in mee. En zij is ook dominant tegenover dat jongetje wat haar vriend is. Barbie. Ja, precies. Wat me wat stoorde in vooral dan de tegenstander, hoe zeg je dat, de antagonist. Ja, de Other Mother. Ja, precies, de Other Mother. De Beldam. Ja, maar zij is wel heel erg ook het weer een soort van cliché, wat ook echt een cliché is dat eeuwen teruggaat. Mm-hmm. Dat machtige vrouwen zijn gevaarlijke vrouwen. En die spelen eigenlijk vaak dit soort rollen en dit soort moederrollen. Te veel willen moederen is ook gevaarlijk voor karakters. Het is wel interessant dat hier een vrouwelijk karakter is en geen mannelijk karakter waar het gevaarlijk voor is. Het is een beetje het cliché van de heks toch? Ja, zo kun je het wel zien. Het put ook wel zeker uit bepaalde hekserij dingen. Neil Gaiman, als hij dingen schrijft, put hij gewoon heel veel uit van andere verhalen die hij kent. Misschien is het daarom ook dat script, dat het zo scriptwriting 101 overkomt. Dat hij ook echt bepaalde verhaalstructuren die hij kent erin stopt. Ik heb wel het idee dat in de film nog wat explicieter op functiemanier werkt dan in het boek. Dat zou goed kunnen, ja. Want dat heb ik altijd bij bepaalde schrijvers. En dat is misschien zo'n vorm van dat je zintuigen door elkaar gaat halen. Sommige mensen hebben dat bij letters als in kleur erbij zien. Ja, synesthesie. Ja. Synesthesie, precies. Ik heb vaak bij boeken dat als het in een bepaalde sfeer is, dan heb je bijvoorbeeld bij Neil Gaiman, bijvoorbeeld bij Terry Pratchett en een paar andere dingen, dat ik dat heel erg associeer met een bepaalde geur. Oh ja, ja, ja. Oh leuk, ja. En dat heb ik altijd, ik hoef maar twee pagina's te lezen van Neil Gaiman en dan kom ik daar weer in. Of dat het nou een kinderboek is als Coraline, dat eigenlijk heel dun is, wat ze hebben opgeblazen tot een lange film. Ja. Of dat het een van zijn stripboeken is van The Sandman of zo. Ja. Het is altijd meteen heel snel dat ik gewoon in die wereld terechtkom. Ja. En dat helemaal voel en zo. Ja.
En dat is wel wat anders aan de film. Vind ik ook op zich niet erg, want het is gewoon een interpretatie van wat hij heeft geschreven. Ja. Maar ja, dat is wel iets wat ik daar dan bij heb van de personages, die, doordat dat die sferische laag eromheen toch een beetje wegvalt, voelt het wel wat meer als een mechanisch. Ja, als een kunstje soms. En dat is wat ik ook al eerder zei. Is denk terwijl ik, de interesses van Neil Gaiman zitten wel heel erg in deze film. Nee, dat klopt. Die komen heel duidelijk terug in ook in de karakters en in de thema's. Hij houdt gewoon heel erg van personages in een gewone wereld. Die per ongeluk een deur doorstappen. Ja, heel letterlijk gemaakt. Het blijft uiteindelijk. Toen moest ook heel erg aan The Lion, the Witch and the Wardrobe denken vanochtend. En daar zit, dat zit er toch een beetje C.S. Lewis ergens ook. Dat is natuurlijk een belangrijk invloedrijk persoon altijd in Engeland. Ook. Dat blijf je hier wel erg in terugzien. Ik denk de Lewis Carroll ook. Ja, Lewis Carroll inderdaad. Je ook kleine ik vond ook heel erg een Hans en Grietje achter iets hebben met een verleiding. Ja, dat vond ik ook wel. Dat vond ik wel een interessant onderdeel van deze film. Ik dacht eigenlijk, er zitten in die zin ook andere thema's in die ik wel interessant vond. Wel een beetje het cliché thema ook van het gras is altijd groener aan de andere kant. Of lijkt altijd groener aan de andere kant. Ja. Dat je daar komt en dan is het niet zo groen. Mm-hmm. En het, waarvan ik ook dacht, dat is misschien ook wel weer, deze film is duidelijk niet voor hele jonge kinderen, maar voor adolescenten wel herkenbaar. Er is altijd die ouder waar je vaak ging spelen, waar het altijd leuker leek. Maar waar het vooral leuker is, omdat je daar niet hoeft te wonen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat zat er heel erg wel in. Maar er zit nog iets meer in, maar daar ga ik zo even op in. Ja, zeker. Ja. Wat ik wel interessant vond, ik zat ergens te denken, ook omdat ze toch iedere keer terug gaat naar die wereld. Alhoewel het heel duidelijk wordt gemaakt dat het niet klopt in die wereld. En dat het niet goed kan komen in die wereld. Dat het onderstreept de muziek. Ik krijg meerdere keren ook waarschuwingen letterlijk van. Ja, maar het voelt ook als een soort parabel voor verslaving bijna. Dat vond ik dat ook wel interessant. Je weet ergens dat dit niet goed is, dat dit uiteindelijk nooit tot een goed einde kan komen, maar het is zo prettig om hierheen te gaan, dat je het toch weer gaat doen. Ja. En ik weet niet of dat is wat Gaiman of Selleck in gedachten hebben gehad, maar dat kwam wel in mij op. Ja, ik had een andere vergelijking. Ja. Maar eerst even daarop, want het is wel zo dat de other mother, die drogeert het voedsel wel. Ja. In het boek wordt dat heel duidelijk gemaakt, hierin een beetje. Ze eet het zelf niet. Ze bereiden het wel, maar ze heeft altijd of een leeg bord of gewoon helemaal niks. Er staat wel de rest zitten eten. Ja. In het boek is het ook echt zo dat je dan haar beleving krijgt, dat ze echt een beetje wazig wordt en zo. Dus ja, precies. Echt dat zit in de film minder duidelijk. Nee, helemaal niet. Het is alleen dat ze zegt dat ze het daar lekkerder vindt. Ja, precies. Dan, maar dat kan wel alles betekenen, kan ook gewoon de keuze zijn van de gerechten. Nou ja, en kijk, daar heeft ze een mooie kamer. En een vader is leuk. Een vader is in ieder geval tijdelijk leuk, tot blijkt dat hij meer een soort pompoenachtig ding is. Maar in ieder geval een stukje blijkt hij heel leuk. En ze krijgt daar wat ze wil en ze heeft leuke speeltjes. Ja, maar het is al meteen, je weet met die knopen voor ogen dat het fout is. Ja, precies. Dat vond ik in die zin wel interessant. En ik kan natuurlijk niet in Neil Gaiman's hoofd kijken en dan helemaal niet in Henry Selleck's hoofd, maar vond dat wel een mooie manier om naar de film te kijken. In ieder geval, de meeste mensen zijn verslavingsgevoelig, dus we kennen allemaal wel, ook als je niet heel veel drugs gebruikt, kennen we allemaal wel het idee dat je weet dat sommige dingen niet goed voor je zijn. Mm-hmm. Maar goed, de brain is a junkie. Ja. De high is fijn. Wat mij opviel deze keer, en dat is ook omdat dat de laatste tijd best wel andere media heb geconsumeerd, het ook een thema was en analyses waarin dat weer werd geanalyseerd, was het thema van narcisme. Oh ja. Dat de other mother ontzettend een narcistisch persoon is. Die wil alleen maar een kind voor zichzelf. Ja, alles doet heel veel voor dat kind. Probeert te paaien met eten en met andere dingen. Maar dat is de manier, dat is wat liefde moet zijn volgens die other mother. Wanneer dat kind dan niet doet wat ze wil, wordt ze meteen heel erg boos en zo. Ja. En definieert ook alles van, ik doe dit voor jou. Ja, dan kun je toch een beetje terug naar die vrouwbeelden. Ja. Er zit toch ook een beetje het gevaar in van de vrouw die uiteindelijk altijd je moeder blijft en dus toch is toch een beetje Lady Macbeth op een bepaalde manier. Yeah. Die de touwtjes in handen heeft en uiteindelijk controle heeft over hem op een bepaalde manier. En dat is wat deze moeder natuurlijk ook wil. Ze wil haar uiteindelijk als een pop. Yeah. Niet als een mens, maar als een pop. Ja, dat is hetgene wat uiteindelijk belangrijk is.
En dat is natuurlijk, ja, is wel interessant. Ik denk in die zin is de film is nu natuurlijk dik 10 jaar oud. Ik denk wel, je zou je af kunnen vragen, hoe zou die film nu gemaakt worden? En er zitten wel een paar, er zitten ook een paar dingen. Ik weet niet of je dat Russische karakter nu nog op deze manier zou doen. En dat schuurt toch een klein, het cliché van dronken Russen is wel heel clichématig. Ja, aan de andere kant is de spanning met Rusland ook aan het oplopen. Dus maar je weet nooit. Nou ja, en wat me nu opviel, is deze film is ook volledig blank. Nee, Whitey, die is een beetje getint. Ja, maar dat zie je eigenlijk pas helemaal aan het einde als zijn moeder verschijnt. En die heeft een rol van 20 seconden ongeveer. Ja, ik zag het in het begin ook wel al. Ja, maar het viel me wel een beetje op. Je moet er wel goed naar kijken, zeg maar. Precies, dat 100%. Ja, en ik had een beetje het gevoel dat moeder er aan het einde misschien ook even in zit om dat punt te maken. Want die heeft natuurlijk echt een rol van echt maar een paar seconden en misschien maar 2-3 regels tekst. Ja. En dan hoor je, oh, zij is Afro-Amerikaans. Je ziet het ook aan haar zusje wanneer ze de ogen terug heeft en als een engeltje verschijnt. Dan maar je moet wel heel super zetten. Ja, precies. En nu zou je dat misschien toch anders maken. Maar goed, daar zie je ook dat een film intussen tijd dik 10 jaar oud is. Aan de andere kant, het is ook een film over paargezinnetjes en mensen die een appartement kunnen huren in in Oregon ergens. Ja, en ik vond in die zin ook wel weer interessant met dat Russische. Het is ook alweer een beetje een soort verbeelding van multi-etnisch Amerika op een bepaalde manier. Wat natuurlijk een immigrantenstatus origineel. En waarin zo'n Russisch karakter wel weer past. Ja. Die wordt natuurlijk wel heel erg in een soort hyperbol. Maar goed, dit type animatie leidt tot hyperbol. Ja. Blijkbaar heeft hij zelfs nog ergens een embleempje van een schoonmaker bij Tsjernobyl. Dat ook zijn blauwe... Oh, daar zit toch een soort backstory die dan inderdaad niet echt... Ja, gesuggereerd. Niet naar voren komt. Ik weet ook niet of je die, ik ben even hun naam kwijt, met twee dames die daar ook wonen. Mm-hmm. Met allerlei sensitiviteit over lichaamsvormen, et cetera. Of je die op deze manier zou schetsen nu. Weet je dat? Aan de andere kant, wanneer je dus die theatershow krijgt en dat Coran helemaal, zeg maar, best wel geamuseerd is op een heel kinderachtige manier van, ze zijn bloot. Daar worden die lichaamsvormen wel weer gevierd. Ja, nee, dat klopt inderdaad. En dat maakt het ook wel weer... die zin is het wel een film die misschien... En dat bedoel ik ook een beetje met vergelijking met Frozen... die toch zijn tijd wel een beetje vooruit was. Mm-hmm. Ik denk wel, dat is ook een risico. En dat is een bredere discussie in animatie. Animatie maakt gebruik van cartooning... waarbij je karakters met een maar beperkt aantal trekken neerzet. En nooit in... volledig zoals in de echte wereld, want dan zou je het ook kunnen filmen. En cartooning leidt gewoon snel tot karikaturen. Mm-hmm. En dat niet alle karikaturen hoeven slecht te zijn. Nee. Maar dat zie je natuurlijk in films dit ook terug. Mm-hmm. En dat maakt ook wel weer interessante discussies mogelijk over dit soort films. Een andere film waar ik me ook heel erg aan deed denken, maar dan een beetje voorloper is wat dat betreft misschien, is Inside Out. Oh ja, ja. Zelfs wat begin heeft. Ja, klopt inderdaad, ja. Ja, dit gaat dan net niet naar jeugddepressie toe, maar er zijn wel allemaal verschillende aspecten die hierin terugkomen. Alles maar het begint verhuizen vanwege baan is zijn ouders absent. Ja. Meisje moet zichzelf redden, vlucht in... Ja, er zit wel iets interessants aan de psychologische aspect inderdaad. En er zit wel ook nog even aan het einde een aanklacht in tegen de onoprechte glimlach en het wegpoetsen van negatieve gevoelens. Ja. Ja, ik vond het einde nu... dit zijn ook hele moeilijke films om fatsoenlijk einde aan te schrijven, denk ik altijd. Ja. Maar nu vond ik het aan het einde toch wel een beetje makkelijk. Nu zijn de ouders wel leuk. In ieder geval in dat moment even. Ja. Terwijl ze zijn eigenlijk de hele film gewoon echt niet leuk en echt niet geïnteresseerd. En aan het einde lijkt dat in ieder geval heel even goed te komen. Omdat je toch met een soort goed gevoel naar de toekomst... En ze heeft ook wel een beetje een gesprekje met haar vader waar toch wel iets meer... Ja. Ja, in ieder geval die probeert toch. Zo van, ik heb gewoon echt geen tijd. Maar hier heb je in ieder geval een suggestie om te proberen wat lol te beleven. Ja, maar het was mij wat makkelijk hoe aan het einde dit soort dingen opgelost... werden. Nadat de heks verslagen is. Ik denk wel dat de bedoeling is dat het laat zien van ze leert haar ouders nu wat meer waarderen voor wat ze echt zijn. Ja, maar ze zijn gewoon echt niet aardig en echt niet geïnteresseerd. Mm-hmm. Dat is natuurlijk dat is de hele film benadrukt. Mm-hmm. En dat kun je dan eigenlijk natuurlijk niet recht trekken aan het einde. Mm-hmm. Maar misschien is er in die laatste paar minuten gewoon geen ruimte voor nuance.
Dat is natuurlijk ook, moet ook allemaal op, moet met YB ook nog even opgelost worden. En ja, daar is gewoon te weinig ruimte voor. Ja, dat is echt gewoon een hele snelle omslag. Van, oh, dan ben ik zo blij dat je... Ja, het is een beetje Mr. Darcy en Pride and Prejudice, zeg maar. Het hele boek verschrikkelijk. En aan het einde is, blijkt hij heel leuk. Dus, ja. Zeg maar zo, zo'n soort karakteromslag. Dan denk je, hoe kan dat nou eigenlijk? En dat valt hier. Als het wat duidelijker was dat ze een bepaalde sympathie voor hem krijgt, juist door de other YB... Dat er wel duidelijk zou je op een bepaalde manier. Ja. Dat ze dat duidelijker ziet als een echo van hem of zo. Dat wel meer aan elkaar gekoppeld was op een visuele manier. Daar denk ik dat een stukje achtergrondverhaal dan misschien nog net had kunnen helpen. Ook om je ouders wat beter te schetsen en die YB iets beter te schetsen. Mm-hmm. En dan zou je aan het einde iets makkelijker kunnen begrijpen hoe zij ook anders gaat denken door haar ervaring. Want het is inderdaad natuurlijk een soort hero's journey. Mm-hmm. Waarin aan het einde toch weer wat geleerd is. Ja. Alleen is de vraag of wat ze geleerd heeft nu heel steekhoudend is. Ik denk ook dat dit soort films, omdat er zoveel aandacht gaat naar de boog in het plot, die werkt naar het verslaan van de vijand, is de laatste acte eigenlijk waarin je alles oplost, is een acte van 3 minuten. Ja. En dan moet ik maar even snel, het is toch een soort van, en ze leven nog lang en gelukkig klaar. Ja, je hebt nu ook gewoon eerst dat je een soort van oplossing ervan hebt. En dan is de beldam is verslagen, maar dan is het toch nog even haar handen buiten gekomen. Ja. Krijg je toch even zeker dat maar dan mag je nog even een soort moment van heroïsme hebben. Dat is natuurlijk belangrijk, dan is dat ook een beetje opgelost. Toch even een soort van actiescène op het einde van de film daar. En dat vond ik nog best wel verdienstig gedaan. Ik ook, een soort Adams Family met die hand, zeg maar, toch? Daar deed ik mij aan denken. Ja. En sowieso is dit, ik weet niet hoe die origineel gekeurd is, maar het is best een enge film op sommige momenten. En voor jonge kinderen in ieder geval echt niet te kijken, denk ik. Dit moet je niet met een 7- of 8-jarige kijken, maar dan is het best sommige een film. Sommige wel, maar dat moet je gewoon zelf inschatten per kind, denk precies. ik. Maar zeker zijn sommige aan wie je dat echt zeker niet kunt laten zien, denk ik. Nee, wat dat betreft is het best een spannende film. Wat ik wel leuk vind aan dit type film, het is een film die duidelijk op jong publiek is gericht en die dat publiek ook serieus neemt. Ja. En dat vind ik leuk. En dat zie je natuurlijk steeds meer in animatiefilm tegenwoordig. Waar Disney vaak in het verleden heel kinderachtig was. Ja. Voor kinderen echt als kinderen bejegend. Uitgaat van de onschuld van kinderen. Ja, precies. En ik denk dat daar zit misschien toch ook wel een beetje een soort invloed van anime en zo in. Waar kinderen ook vaak veel serieuzer genomen worden. En misschien ook een beetje schrijvers als / tekenaars als Maurice Sendak. Die dat ook doen. En dat zie je natuurlijk ook in. Dit is toch een soort familiefilm waar je en als ouders plezier aan kunt beleven, maar je prima met je niet hele jonge, maar redelijk jonge kinderen heen kunt. Maar het kind wordt wel serieus genomen. En juist omdat het niet zo kinderlijk is, is het dus ook leuk als je, zoals ik, 40 bent. Ja. En blijft het een leuke film om te kijken, zonder dat je... Ik denk je voelt wel meer dat je gewoon echt naar een persoon zit te kijken. En dan kun je nog steeds iets uithalen hoe oud je ook bent. En ik denk dat je daar toch ook een beetje de Ghibli-invloed ziet, hoor. En als Spirited Away, waarin gewoon heel serieus omgegaan wordt met een kinderkarakter. Ja, Totoro ook al. Ja, Totoro ook. Weet je, de moeder heeft toch iets van een soort van ziekte. Daar wordt serieus mee omgegaan. En een kinderwereld. Maar in een kinderwereld kunnen ook nare dingen gebeuren. Ja. En daar moet je ook mee omgaan. En dat vind ik wel mooi in dit type films. Dat je ziet dat daar toch wel bepaald meer heel serieus naar gekeken wordt. Ja. Ik denk altijd dat je bij dit soort films, dat ik een beetje de spanning voel tussen aan de ene kant dat ik heel het onder indruk ben van de techniek. En aan de andere kant dat dit soort Amerikaanse producties toch de neiging hebben om naar een soort bak clichés te grijpen af en toe. Ondanks dat er dus Neil Gaiman onder zit. Ondanks dat er Henry Selick onder zit. Ja. En dat het allemaal erg gepolijst in hoe het geschript is. Ik hou zelf wel van films die wat ontregelen hier en daar. Iets wat niet helemaal... Soms vind ik films die niet helemaal werken, maar waar wel iets van spannends in zit of zo, vind ik dan leuker. Ik kwam een video-essay tegen van Ryan Hollinger, die vooral meestal meer horrorfilms analyseert. En die koppelde Coraline qua gevoel dat je van kreeg heel erg aan Sandman. En het zegt dat je die veel beter kent dan ik. Want ik heb alleen een korte fragment gezien die daar naar voren kwamen. Ja. Maar ook vooral omdat daar niet per se heel erg een moraal aan zit, maar dat het heel meer ingaat op het gevoel van die andere wereld. En die zag je heel erg terug in Coraline. Ja, ik zit te denken of ik dat nou die overeenkomst inderdaad zie meteen. Want ik miste juist een beetje die psychologie in deze film. Dit is geen Tim Burton film, maar ik zag esthetisch de Tim Burton invloed op een bepaalde manier ook wel heel erg.
erg. Nou ja, dat heeft er onder andere mee te maken dat Tim Burton's Nightmare Before Christmas is gebaseerd op zijn verhaal, maar het is niet door hem gemaakt. Ja, precies. Ja. Maar, en dit is natuurlijk en ook wel, Fox Wright zit ook ergens in deze periode. Ja, ja, dat wou ik net aan toevoegen. Die film heeft vervolgens ook heel veel invloed gehad op de animatiefilms die Tim Burton heeft gemaakt, zoals The Corpse Bride en Frankenweenie. Ja. Ja, precies. Ja. En eigenlijk denk ik ook dat de invloed daar van Henry Selick op Tim Burton groter is geweest. Maar het is nog steeds voortgekomen uit een samensmelting van hun twee stijlen. Ja. En aangezien dat heel veel dingen in Coraline wel best wel bewegen, zoals dingen in Nightmare Before Christmas, is die associatie met Tim Burton meteen heel groot. Omdat heeft helemaal niks te maken met... Ook stilistisch, er staan boompjes in de tuin die rechtstreeks uit Nightmare Before Christmas. Die zijn eigenlijk hetzelfde. En zit ook wel in design zit er wel wat over. Ik vind overigens dit veruit een veel betere film dan Corpse Bride. Corpse Bride vond ik qua scripting helemaal... Ik ben niet zo'n heel groot Tim Burton liefhebber. Die heb ik alleen één keer in de bioscoop gezien destijds. En toen vond ik hem best leuk, maar ook minder... Die gaat als een soort nachtkaars uit aan het einde. Ja. Daar lijkt echt niet over nagedacht te zijn hoe die film moet eindigen. Nightmare Before Christmas is natuurlijk een prachtige film. Weet je? Ja. Is veruit een van de leukste kerstanimatiefilms die ooit gemaakt is. En zit ook leuk op dat vlak tussen kinderen en volwassenen. Is ook wel een beetje met jongen, maar ook wel een beetje spannend en een beetje eng. En een lekkere musical inderdaad. Ja. En ik ben niet eens een groot musical liefhebber, maar ik vind het daarin is heel goed. Precies, dit vind ik een hele leuke film. Maar Coraline steekt er dan wel een beetje bij af? Als je mij vraagt wat is de betere film, dan vind ik Nightmare Before Christmas een veel betere film. Omdat daar vind ik veel meer originaliteit in zit. Daar neem je een gegeven dat in zichzelf een enorm cliché is. Kerst. Dat is iets wat voor iedereen zo ontzettend in ons, en zeker voor Amerikanen, is ook voor de Amerikaanse markt origineel gemaakt. Dus zeker voor Amerikanen natuurlijk van de clichés aan elkaar hangt. Ja. En daar doe je iets ontzettend subversiefs mee. Ja. En sowieso met, en er zit natuurlijk eigenlijk een soort verhaal achter van allerlei feestdagen waar je dat eigenlijk ogenblik ook mee doet. Ja. En dat vind ik heel erg leuk aan die film. Ja. En daar merk je ook wel dat er wel best wel een verschil is aan aanpak tussen Tim Burton en Neil Gaiman. Nightmare Before Christmas, echt heel erg in het straatje van Burton. Van, je pakt een figuur dat een beetje merkwaardig is, die Jack Skellington. Ja. Die eigenlijk een beetje wat griezeligs heeft, maar hij is juist het lege vat, het onschuldige vat, bij wijze van spreken. Ja, zo'n Edward Scissorhands op een bepaalde manier. Precies, En misschien wat hij toen het nog enigszins op zijn best deed en op zich heel erg leuk deed en zo. En die wordt dan weer blootgesteld aan andere dingen waarin dan een bedreiging voor waar hij voor staat zit. Ja. Neil Gaiman is echt dat van een gewone persoon komt achter een hele schaduwwereld is naast hetgene wat er in het echte plaatsvindt. Burton is toch iemand die uiteindelijk een soort gothic films maakt. Zoals de gothic literature uit de 19e eeuw waar veel met dubbels wordt gewerkt. En dat zit hier ook heel sterk in. En Gaiman is toch iets meer C.S. Lewis op een bepaalde manier. Toch meer de deur die je openzet naar de andere wereld waarin dan heel wat anders blijkt te zijn. En alleen dan zonder enorm christelijke dimensie van C.S. Lewis die daar weer onder zit. Maar hij is ook zeker ook bewonderaar van C.S. Lewis, heeft hij vaak genoeg over geschreven. Ik denk dat ik vind hem ook meer qua fantasie is hij veel meer C.S. Lewis dan Tolkien bijvoorbeeld. Tolkien is toch is een wereld die heel goed ontworpen is, maar een wereld met weinig spannends in zit op een bepaalde manier. Hè? En dat zit bij C.S. Lewis misschien toch iets meer in op een bepaalde manier. Er zit een bepaalde historiciteit aan Tolkien die Lewis veel minder heeft. Precies, en ik denk dat die historiciteit ook een soort blok aan je been is daardoor, waardoor het ook weer heel erg een soort geschiedenisles wordt. En dat is bij C.S. Lewis inderdaad minder. De James and the Giant Peach, die kan ik me eigenlijk niet meer herinneren. Die heb ik wel ooit gezien. Heb ik ook een beetje. Ja, dus ik eigenlijk wel graag weer een keer zien. Ja, het is ook zo'n film die zo op een lijstje staat om ooit weer, ook omdat ik wel een boek als kind wel gelezen heb. Dit past wel heel mooi bij elkaar. Ook met Roald Dahl heeft natuurlijk ook wel iets vaak een beetje, beetje verlijns op een bepaalde manier. En gaat op een hele volwassen manier met kinderen om. Ja, precies. Dus past heel goed bij Henry Selick. Ja, past heel goed bij Henry Selick. Maar ik denk dat ik zeker inderdaad in Coraline in ieder geval na The Nightmare Before Christmas wel zijn beste film vindt. Je moet zeker niet het meeste werk Monkey Bone over het hoofd zien. Ja, dat klopt inderdaad ook nog. Brendan Fraser's beste werk. Ja. En wat ik dus heel leuk vind van Henry Selick,
is zijn echt vroege werk, wat hij voor MTV gedaan heeft. Ja. En, want daar komt zijn stijl ook gewoon ontzettend goed tot zijn recht. En daar heeft hij ook, omdat hij van die idents maakte, die gewoon alleen even het merk presenteren, heeft hij ook de vrijheid om in 20 seconden iets heel erg leuks uit te werken. Iedere keer in een andere stijl. Elk van die shorts komt over als een liefdesbrief aan het medium animatie. Ja, zelf. Dat is natuurlijk prachtig daaraan. En dat biedt ook de ruimte om gewoon lekker te experimenteren zonder dat je vastzit aan het feit dat je eigenlijk een verhaal moet vertellen wat helemaal af moet zijn of karakters moet uitdiepen. En ik denk dat daar komt Henry Selick, de pure animator, heel goed naar voren. Ja. En ik denk dat dat in iets als Coraline dat uiteindelijk ook een klein gebrek is, omdat toch, ja... Hij is opgekomen omdat hij Neil Gaiman tegenkwam, die fan was van The Nightmare Before Christmas. Yeah. En toen was hij bezig met Coraline. Yeah. Project dat is begonnen met een typfout, omdat hij Caroline moest schrijven. Yeah. En toen zag hij die naam met van, ik ben benieuwd naar haar en wat er met haar gebeurt. Yeah. En daar heeft hij dus een verhaal van geschreven. Yeah. Maar Henry Selick zei ook over dat verhaal van, ja, als ik daar een film van zou maken, zou het 46 minuten duren of zo. Ja, ja. Dus hij heeft het geprobeerd op te blazen tot een... Ja, nou, dat stukje zit natuurlijk vast aan die soort van lengte van een Amerikaanse speelfilm, die gewoon ongeveer 1,5 uur moet zijn. En, en mid-length films maken is gewoon een slecht idee, die krijg je nergens vertoond. Nee. Dat zie je gewoon. Er zit misschien wat padding in deze film hier en daar. Bepaalde karaktertjes die daar... Ja, Whiteborn is überhaupt erbij verzonnen. Ja, is het maar om iemand bij te hebben die dezelfde leeftijd heeft als Coraline, met wie ze kan praten. Ja, precies. Dat denk ik. En dat zie je toch wel een beetje terug in de film. En wat ik al eerder zei, het is toch in die zin een beetje een animatorenfilm. Ja. Het is erg gestuurd door de poppen. Het is erg gestuurd door de... Het is ook heel erg op scène-niveau. En de scènes zelf werken vaak heel goed. Ja. Maar als geheel werkt het dan misschien niet altijd. En het is soms ook wel heel erg, en dat is misschien toch ook, ja, dat ook omdat hij gewoon een hele goede stop-motion animator is, is dat er bepaalde scènes heel duidelijk in zitten om ook te laten zien wat kan. En zo'n circus scène met die muizen, dat is echt, dat is natuurlijk ongelooflijk knap om dat te kunnen doen. Alleen al de papieren muizen die uit dat ding komen, dat is wel prachtig, maar ook zeker in het circus met zoveel... Ja, zoveel poppen werken en dat zie je natuurlijk, er zit behoorlijk wat stop-motion stuntwerk in. Ja. En daar zijn zij heel goed in. Ik denk wel, en dat heb ik altijd een beetje met Henry Selick gehad, al helemaal vanaf zijn eerste korte film, dus het Slow Bob in the Lower Dimensions, is dat eigenlijk is zijn stijl zo goed, dat ik het soms jammer vind dat ik de rafelrandjes van stop-motion niet meer zie. Oké. Ja. Okay, die zie ik bij Aardman zie ik die meer. Ja, als in de vingerafdrukken en de klei. Ja, bij Aardman zie ik gewoon meer dat dit stop motion is. En dat daar grenzen aan zitten. En het is natuurlijk heel gek om iemand aan te vallen op het feit dat hij eigenlijk zo goed dat is. Dat het perfect is, dat het ligt. Te goed is. En dat je denkt op sommige momenten, maar dit had ook computeranimatie kunnen zijn. Ja. En ik had het verschil eigenlijk niet. Coraline, het geldt dat nog meer bij, omdat voor een deel is het eigenlijk. Is het ook. Het is natuurlijk een mengeling. Hè? Ja. Ja. Ik weet niet of dat de eerste keer is dat zo is gedaan. Dat heb ik niet om kunnen vinden. Maar dat zal het handelsmerk worden van Leica als animatiestudio. Ja. Nee, het is natuurlijk, ik denk niet dat zij de eerste waren. Ik denk dat het al veel daarvoor ook wel gedaan werd. Omdat bepaalde effecten heel lastig zijn in stop motion. Denk aan, er zit vrij veel mist in deze film bijvoorbeeld. Ja. Het is natuurlijk heel moeilijk. Kan wel met wol, maar het wordt toch niet helemaal mooi vaak. Ja. En er zitten natuurlijk bepaalde, de luchten, et cetera, is duidelijk. Is computeranimatie. En er zitten andere details in de shots ook die duidelijk computeranimatie zijn. Maar misschien is het dan ook weer omdat je die computeranimatie wil laten aansluiten op die stop motion, wordt het daardoor zo vloeiend dat je op een bepaald moment denkt van... Wat ik heb begrepen is dat wel zoveel mogelijk echt in sets is gedaan voor zo mogelijk kan of zo, maar bijvoorbeeld zoiets als de morph van de Other Mother naar haar Belden figuur, vorm. Dat moet bijna al in een computer zijn geanimeerd en voor het idee uitgeprint. Precies, Omdat anders heel moeilijk die overgang op zo'n vloeiende manier te laten gebeuren. Ja. En ik denk dat dat af en toe me misschien stoort bij deze film. En ook een beetje bij Nightmare Before Christmas. Ook geen afbreuk aan de film zelf. Want het is misschien ook de animatieliefhebber die kijkt, hoor. Maar ik hou wel van stop motion die een beetje rammelt.
Nou, dat je gewoon ook ziet de handen die eraan hebben gezeten. Ja, de vroege Aardman film zie je gewoon echt de vingerafdrukken van Nick Park in. Ja. En dat is... Zeker een Grand Day Out. Ja, dat zie je gewoon nog heel erg. En bij Aardman is het natuurlijk ook wel heel erg goed geworden nu. Een film als Chicken Run zie je nog heel duidelijk in dat het stop motion is. En zie je ook de grenzen van het medium heel erg in. Ja, en wat we zeiden, het is een beetje flauw om het daarom gewoon te zeggen. Het is eigenlijk zo goed dat het medium eigenlijk ontstijgt. Maar daardoor is het voor mij wel minder interessant als stop-motion film. Mm-hmm. En zeker ook... Je bent echt te veel in de illusie dat je naar levende poppen zit te kijken. Ja, precies. En daardoor is juist dat stukje suspension of disbelief wat er normaal in zit... Mm-hmm. Wat dan een beetje een soort van spanning oplevert. Dat het wel lekker is om in te hangen. Ja, maar, ja, precies. Omdat dus je een Jan Svankmajer film kijkt of zo. Ja, en het net hoe kan dit nou tot leven komen? Ja. En hierin lijkt het zo natuurlijk dat het leeft en dat het beweegt. Heeft ook te maken met hoe goed de bewegingen zijn. Het heeft niet alleen met de poppen te maken, maar ook dat de bewegingen zijn met Henry Selick altijd heel erg goed. Mm-hmm. Ik denk dat hij met heel veel frames werkt. En dat hij met hele goede animatoren werkt die dat ook echt perfect kunnen uitvoeren. Mm-hmm. En daardoor zitten er eigenlijk bijna geen rafelrandjes aan. Viel me nu wel op, maar dat valt ook meer op als je nu nog een keer kijkt, dat sommige shots duidelijk beter geanimeerd zijn dan andere shots. Mm-hmm. Ik had bepaalde shots die heel vloeiend zijn en ik had af en toe ook bepaalde, ik denk dan toch de shots die waar iets minder aandacht in gaan, dat het iets hakkeliger animeerde hier en daar. En iets wat ik leuk gevonden vond, maar wat voor mij wel een beetje zo'n toevoeging is aan de film die me wat minder deed, wanneer ze met het tapijt bezig is. In de gang. Ja. Ja, ik vond dat wel een leuk detail. Ja, het is een leuk grapje. Het wel grappig en herkenbaar. Precies. Het is ook een beetje een soort animatoren grapje of zo op een bepaalde manier. Ja, het is iets heel erg iets wat in een Bugs Bunny cartoon kan plaatsen. Ja, het is een soort hoog Looney Tunes gehalte inderdaad. Ja. Maar er zit ook iets van fysieke onmogelijkheid in, omdat... Ja. Twee kringels, dan heb je één kringel en dan heb je helemaal geen kringels meer. Ja. En het is niet dat je de kolossen door het hele tapijt hebt zien gaan. Dus ja, het is gewoon precies. Een stukje waar ze bezig is. Ja, het heeft iets charmants, maar dat is ook iets wat een beetje aanvoelt van ze hadden niet genoeg tijd om dit compleet uit te werken. Dus ze hebben gewoon dat grapje klein gehouden. Ja, ik vond het wel op zich leuk omdat het een korte onderbreking is. Het is eigenlijk gewoon een soort slapstick. Een soort Laurel en Hardy-achtige grap, toch? Weet je, die er even in zit. Het is ook wel even om te laten zien dat de scoreline tegen haar nieuwe leefomgeving. Ja, precies. Zelfs tapijt wil niet meewerken. Maar dat vond ik op zich wel grappig. Ik vond wel, er zit ook heel duidelijk stuk in. Daar zie je ook de animator. Dat eindstuk waar ze in zo'n ruimte staan, inderdaad, met die beldaam. En waar dan de vloer een spinnenweb wordt. Dat vind ik echt een animator die kijkt. Die kijkt eigenlijk bijna als een soort post-impressionistische kunstenaar. Mm. Kijkt hij naar de wereld en ziet hij daar vlakken in. En ziet hij een overeenkomst tussen het patroon in die vloer. En als je dat naar beneden 3D doortrekt, wordt dat een spinnenweb. Ja. Maar ook met de beldam zelf, die een beetje spinachtige... Dat zit er ook al een beetje eerder in. En dat wordt steeds verder uitgewerkt naar het einde toe. Ja, en dan vervolgens ook nog dat Coraline binnen in het web zit en dat haar beweging zo door het web... Ja, precies zoals een spinnenweb, dat de spin dan ook weet, omdat ze dan blind is, weet ze ook waar ze heen moet. Er zitten in die zin qua stop motion ook leuke shots in, hè? Een beetje vertigo-achtig shot met die deur, waar je dat terugtrekt. Dezelfde assiette. Ja, dat is echt dat typische shot uit Vertigo, wat hier heel goed uitgewerkt wordt. Alleen hier wordt het echt 3D gemaakt, terwijl daar wordt het door cameratruc perspectief... gesuggereerd. Ja. Kijk, ik ben natuurlijk echt animatieliefhebber. Ik kijk hier met heel veel plezier naar voor de animatie. Plot stoort me af en toe. Ja. En als geheel stoort de film daarin af en toe wat. Ja. Maar voor de animatietechniek is het prachtig gedaan. Het is prachtig ontworpen. Is that all it takes? 15 minutes? Misschien een beetje vloek in de kerk, maar ik heb wel een vriendin die kan gewoon echt niet naar animatiefilms kijken, want die heeft zoiets van, nee, is niet echt. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik denk wel, dat is natuurlijk, in die zin is het steeds raarder om dat te zeggen. Want dan kun je dus eigenlijk geen films meer met trucage kijken tegenwoordig. Want het is allemaal animaties. Ja, nee, maar waarschijnlijk kan zij wel kijken naar The Lion King. Ja, maar die film is 90% animatie, ongeveer. 90 maar? Precies. Dus het is in... Ja, er zit wel echt acteurs. Acteurs van greenscreen, meer of meer. Precies. En wat dat betreft is dat natuurlijk heel erg aan het verwateren. Hmm. Wat eigenlijk precies
animatiefilms ja. en wat VFX is. Ik zat er straks sowieso eens even te kijken naar alle films die ik heb behandeld tot nu toe in ja. De podcast. Dit is opname tegen de 90 of zo. Ja. Even denken. 84 ging uit, 3 daarna, dus 88. De ja. andere die ik opneem. Ja. De enige echte op papier en of in ieder geval zoals het gemarket is, ja. animatiefilm die ik tot nu toe ja. heb gehad, was Inside Out. Ah ja, ja. Maar ik heb ook The Lion King gehad, wat ja. eigenlijk gewoon een animatiefilm eigenlijk is. Ook een animatiefilm is, ja. Ja, er zijn natuurlijk genoeg andere films die een beetje in mengvormen zijn, maar eentje die eigenlijk ook bijna een animatiefilm is voor een groot deel, maar niet zo ja. is gemarket, is bijvoorbeeld Cats. Ja, precies. Hè. Dat is natuurlijk heel interessant. In die zin, animatie zit tegenwoordig overal eigenlijk bijna wel in, al was het maar. Dat is ergens ook wel jammer hoor, al was het maar dat het tegenwoordig gewoon goedkoper is om ja. dingen te animeren dan om het allemaal met modellen te doen en, ja. en sets te doen. En ja, om eens wat te noemen, Zack Snyder's Justice League, daar is ja. heel veel uit de computer ja. komen rollen. Ja, precies. Bij ons is voor greenscreens ja. opgenomen, et cetera, maar... Ja, nee, dus dat is dan, wordt dan geen animatiefilm genoemd, maar die... Ja, we hebben ook met het festival wel eens... een programma gedaan over een soort wisselwerking tussen live action en animatie en waar die grens heel erg aan het verwateren is eigenlijk op dit moment. En het is ja. eigenlijk juist heel interessant dat daarmee ook de echte wereld en de fantasiewereld helemaal door elkaar heen lopen. Ik heb wel een animatiefilm meer gedaan gehad trouwens nog, Moana. Oh ja, precies. Ja. Ja. Ja, dat is ook wel een interessante film. Ja, ja. Het was met Tim Arts, die is tekenaar bij Donald Duck. Oh ja, oh leuk. Ja. Dus dat ja. was helemaal mooi dat hij daar dus ja. naar wilde kijken. En hij ging er ook heel erg met zijn tekenaars oog naar kijken. Ja, leuk. Ja. Waarin hij ook zeker kritiek erop had dat animatie wel vaak wordt gebruikt om dingen echt te maken. Terwijl het juist interessanter is om ja, dat de precies. dingen die niet echt kunnen tot leven ja, te maken. Ja, dat merk ik ook. Als we voor het festival naar films kijken, dat vaak een kritiek is die mensen op films hebben. En vooral de films die proberen om de type computeranimatie dat probeert om zo fotorealistisch mogelijk te zijn. Mm-hmm. Waarom zou je het dan animeren? Want wat is de meerwaarde van animatie als het eigenlijk niet ja. uitziet als de echte wereld? Het is pas interessant als je er... En met mijn... Je kunt echt wel verhalen vertellen die met echte acteurs zijn verteld, maar ja. dat animatie wel wat toevoegt. Ik vond ja. Courgette... Maar Vie de Courgette. Dat is een fantastische film. En die, ja. die speelt heel erg in een echte wereld. Ja. Maar op een bepaalde manier speelt hij heel erg ook met wat animatie kan. Ja. Het gekke is dat animatoren het soms ook lastig vinden om daarvan los te komen. Hè? Die ja. doseren de masteranimatie best met Joost. En wij moeten de studenten heel vaak vertellen. Maar een muur hoeft niet bruin te zijn als hij van baksteen is. En haar hoeft niet blond of bruin of zwart te zijn. Maar Vie de Courgette is het ook blauw. En ja. bij Coraline is het ook blauw. Het ja. wordt nooit uitgelegd waarom het blauw is. Nee, dat is blijkbaar wel een shot van een oude foto van haar waarop het wel bruin is. Oh, ja. Het is haar gewoon gekleurd, maar ja. het is wel bruin. Maar je hebt de mogelijkheid om dat allemaal te doen op de manier waarop je dat wil gebruiken. Ja. In vrijheid dan. En als mensen het willen zien van haar is echt gewoon blauw in die film, ja. dan mag dat ook. Ja, en je kunt je kunt zoveel verschillende kanten op. Dat is altijd wat ik ook fascinerend heb gevonden aan animatie. Er zijn eigenlijk geen grenzen. Zolang het technisch haalbaar is om het te maken, ja. Kun je er ontzettend veel verschillende kanten mee op. En die vrijheid moet je vooral ook pakken. Ja, ja, waarom zou je het niet doen? En dat vind ik, ik denk altijd met animatie moet je ook proberen om er dan iets mee te doen wat de werkelijkheid ontstijgt. Ja. Of complementeert. En iets waar ik heel erg bij aanging deze keer waren de stemmen. Ja. Dat ik ook beter weet wie de acteurs zijn die ons ja. inspreken. Ik van ja, French and Saunders vond ik de eerste keer al leuk. Ja. Maar vooral ook omdat ik niet echt letterlijk hun stemmen erin herken. Nee, dat klopt. Ze zijn niet zo heel herkenbaar in die karakters. Nee. Ja. En sterker nog, ze zijn een beetje opposite gecast. Want je ja. zou verwachten dat de kleine roodharige, ja. wat dikkere, dat ja. grappig, ja. Don ja. French zou zijn. Maar die ja. wordt juist door Jennifer Saunders ingesproken. Ja, leuke keuze, ja. Ja. En dat hoorde ik nu deze keer wel, want daarom ging ik het opzoeken om te weten ja. van, hoe zit dit nou. Ja. Maar dat ik ging de kat nog even opzoeken, maar die acteur kende ik niet. Keith David. Ja, en een mooie stem. Ja, ja zeker. En eigenlijk wel heel... Als je hem ziet, dan ken je hem misschien wel uit verschillende andere films waarin hij heeft ja. gezeten. Want er zit onder andere in The Thing, er zit in John Carpenter, They Live. Hij zit, grappig dat hij eigenlijk in zo'n horrorachtige... Ja. Het is natuurlijk een film die ik laatst in de podcast heb gehad, Requiem for a Dream. Oh ja, ja, ja. Ja, het was niet iemand die het meteen herkende, maar wel een hele mooie stem inderdaad voor dit karakter. Ja, was echt uitstekend bij. En Ian McShane vond ik ook heel fijn. Ja. Met een beetje een scherpe stem voor ja. de Russische... Ja,
Nee, ik denk stemmen zijn voor de rest heel goed geproduceerd en heel goed gecast. En een beetje ook, ja, toch mensen die op dat moment de Dakota Fanning zitten volgens mij in, toch? Ja. Of niet? Een beetje mensen die op dat moment een beetje hip waren. Eigenlijk was het de bedoeling dat zij het live action zou gaan spelen, totdat het een animatiefilm werd. Ja, ja, oké, op die manier. Nou, ik denk dat dit wel een goede keuze hierin is. Ja. Stemmen en muziek. Ik vond een beetje een dominante harp. Op een bepaald moment is een heel dominant harpdeuntje in dat op een bepaald moment deze terug blijft komen. Nee, die associatie die had met Tim Burton. De muziek voelde wel heel erg schatplichtig aan Danny Elfman. Ja, dat een andere componist is. Ja. Dus daar had ik wel echt zoiets van. Ja, okay, dat kan me wel ook voorstellen. Heel erg. Ja. Het is wel een beetje. Danny Elfman heeft een beeld van een soort van riedeltjes. Ja, precies. Dat soort doorlopende. En staccato. Eigenlijk toch gewoon een beetje het intro van The Simpsons op een bepaalde manier, zeg maar. En dat zie je hier inderdaad ook wel weer in terug. Dat maakt het ook weer wat cartoonier. Yeah. Dat soort reeltjes zitten ook wel veel in dingen als Looney Tunes en Tom en Jerry. En dat, daar merk je toch een beetje de heritage van de Amerikaanse animatie. Zie je in zo'n film ook heel erg terug. Ja. Maar ik vond het wel weer heel prettig dat juist waar het wil meer zijn eigen ding wordt en losfrikt van het Tim Burton gehalte, dat het toch meer in de kleur zit. Dat bijvoorbeeld Coraline al een heel kleurrijk personage zelf binnen in een wat bruinige wereld. Ja. Maar ook vooral dat het kleurrijker wordt in de slechte wereld, waar het juist is juist een soort van gedraaid. Ja. Juist een soort van verleiding is ook, maar juist het kwaadaardige. Ja, het is toch een beetje het snoephuisje van Hans Grietje op een bepaalde manier. Dat is natuurlijk ook, moet je ook heel kleurrijk weergeven. Dat zie je eigenlijk ook wel in terug. Wat natuurlijk een beetje in deze film zit, zijn inderdaad die gothic clichés. Het is toch een soort spookhuis. En dat cliché, dat zit er wel. Er zitten wel wat dingen, zeker met insecten. En dat het poppen zijn met zaagsels. Ja, precies, dat inderdaad ook. Maar daar wordt wel wat creatief mee om. Ik vind het minder letterlijk. Burton is veel schatplichtiger aan de gothic. Ja. En daar zit het veel letterlijker in. En dan zijn het inderdaad echte lijken en veel op de begraafplaats. Ja, en een beetje alle clichés. Echt de oude griezel. Als we gothic verhalen lazen van Edgar Allan Poe of zo, deed ik wel eens de gothic bingo. Waar je dan een aantal van die dingen zo aan moest. Er zitten ze iedere keer altijd wel in. Oh ja, spookhuis, afgelegen locatie, iets met spoken in de nacht, et cetera. Dat kun je altijd wel uithalen, omdat het natuurlijk een soort genrefictie is. En dat zit, bij Burton zit dat altijd heel letterlijk in. Ik heb Edward Scissorhands volgens mij 2 of 3 jaar geleden nog een keer gekeken. Toen ging ik daar echt in meteen. Oh, ik vond het een hele leuke film. Ik vond het eigenlijk helemaal geen leuke film nu. En nu ik hem opnieuw keek, vond ik hem zo clichématig. En irriteerde ik me zo aan Johnny Depp. dat ik het heel moeilijk vond om die film te kijken. Oké, okay. Mag hopen dat je toch een beetje plezier hebt gehaald uit Alan Arkin. Jawel. Er zitten altijd wel lichtpuntjes in die films. Dat is wel zo. Maar ik vond dat vond ik in Coraline vind ik het wel leuk. Er zitten wel gothic elementen in. Maar het is niet helemaal alleen maar dat. Nee. En dat maakt het net iets behapbaarder of zo. Want die gothic... films, het nadeel is gewoon, het is genrefictie. Het is toch een beetje als een western maken. Je moet er dan wel iets interessants mee doen om weg te komen van het stoffige stadje en de cowboys. Beetje wat spelen met het genre waar je in werkt. Ja. Wat je er andere dingen aan kan doen. Ja. Ja, dat met die knopen voor ogen. Aan de ene kant zie je wel meteen dat er iets mis is. Maar knopen hebben wel weer iets als een pop. Dus ook iets onschuldigs. Ja, je snapt dat je eerst iets hebt van... Dat is raar, maar ik kan hier doorheen gaan kijken. Ja, dat wordt ook wel een beetje. Ik kan gaan proberen te zien wat ik hierin wil zien. Ook al een beetje gespeeld met het feit dat natuurlijk poppen aan de ene kant lief zijn. Aan de andere kant, iedereen kent wel een beetje die kinderpoppen. Die kunnen ook ontzettend beangstigend. Het is een beetje uncanny valley. Dat effect. En dat zit natuurlijk ook wel een beetje in dat met die knopen voor ogen. Het zijn karakters. Maar een animator zal ook zeggen, het zijn de ogen die het karakter laat leven. Ja. En als je de ogen, en dat zie ik ook heel veel animaties die ik ook zie, als je de ogen niet goed doet, en bijvoorbeeld geen lichtpuntje in de ogen, dan krijg je hele doodse karakters eigenlijk. Ja. En dan kun je goed mee werken als dat hetgeen is wat je wilt, dat er iets aan kan zijn. Ja, precies. Maar... Ja, dat wordt hier heel even, dan zien we misschien ook wel weer een beetje dat de animator is die kijkt naar dit soort karakters. Die snapt dat dit heel goed werkt. Dat alhoewel die karakters dan toch heel erg leven, dat het feit dat die ogen er niet zijn, toch iets abnormaals, iets niet helemaal menselijks geeft. Hoe charmant vader ook is in de andere wereld. Want hij is heel charmant, heel leuk. Ja. Maar hij blijft toch eng.
Ja, hij is wel weer dan degene die niet doet precies wat hij wil. De puppetmaster zit er natuurlijk achter. Hè? Maar het is een beetje bijna het zullige hulpje van de cartoonschurk. Ja, Boss. Ja, ja, precies. Het, is wel, het spiegelt ook wel weer mooi met de echte wereld. Dat daar toch ook moeder veel actiever is. En vader toch een beetje degene is die nou, af en toe een keer boodschappen moet gaan doen en dat soort dingen. Ja. En, dat zit natuurlijk ook. Er zit niet zo'n ook interessante genderverhouding in. Ik weet niet of het een compliment is of niet, maar als er een personage is waar jij fysiek enigszins gelijkenis mee hebt, dan is het misschien wel de vader. Ja, dat weet ik niet. Nou ja, als je veel moet schrijven, is het wel wat herkenbaar. Wat hebben wij geen kinderen nog, maar dat is wel wat herkenbaar inderdaad, ja. Ik ben blij dat je niet zegt in ieder geval met dat jongetje. Want die heeft ook een soort... Ik ben bang dat ik daar wat meer op lijk. Ja, maar je hebt ook niet zo ver... Ook al zit ik niet altijd zo, maar qua krullenhaar en zo. En voor mijn hoofd misschien. Ja, nou, het is natuurlijk wel een leuk karakter, die vader. Wat ik al zei, ik zou graag net iets meer achtergrond willen hebben. Ja. Weet je, dat zou mooi zijn. En af en toe in mijn vrije tijd kleed ik me ook wel een beetje alsof ik in een Mad Max film kleed. Ik heb alleen niet zin die motor erbij. Ja. Ja, die motor is een mooi. Dat is wel weer, daar zitten hele leuke details in. Weet je? En dan in hoe dat die motor en dat stukje in de mist, waar hij dan een leuk stukje even zo'n scène heeft met zo'n naaktslak. En dat is gewoon grappig gedaan en goed gemaakt. En, en leuk, en daar zit ook wel een soort, weet je, een soort leuke kinderlijke onschuld even in zo'n moment. I'm not mad. I'm just drawn that way. Ja, oh, dat wilde ik inderdaad ook nog zeggen. Dat vond ik wel een interessante keuze. Ik weet niet waarom die keuze gemaakt is. Dat is computeranimatie helemaal aan het einde. Ja. En ik dacht aan het einde ook ineens, waarom zit hier inderdaad sterrenhemel van... Is dat dan toch een soort iemand die dat heel aantrekkelijk vond? Want het is wel heel herkenbaar. Ja. Het voegt eigenlijk... Er zit hier voor de rest geen Van Gogh lijn in die film helemaal of iets niet. In die richting. Niemand niks anders. Een oor. Nee, precies. Wel ogen, maar geen oren. Ja. Dus ik vond dat ook een hele aparte keuze. Want daar ga je wel heel erg als, misschien als kindpubliek niet, maar als volwassen publiek wel nadenken. Waarom zou je dit nou, waarom zou je dit nou doen? En wat wil je daarmee? De herkenbaarheid van, oh, dat ken ik, dat is leuk. Dat een beetje een flauw. Maar het viel me nu ook op inderdaad. Dat die keuze gemaakt was om inderdaad die sterrenhemel op deze manier in te zetten. En maar het is wel meer die dingen hoor. Wanneer bijvoorbeeld die twee onderbuurvrouwen, dat je haar hun kwaad aan de kant die, dan worden ze een soort van hydra wezen samen. Ja, en dan, soms zitten daar dan keuzes in die van je af kunt vragen. Waarom heb je ze op deze manier gemaakt en wat voegen ze precies aan de film? Behalve dat een herkenbaar monster is. Dat is het dan. Ja, maar natuurlijk wel weer heel raar. Maar zo'n Vincent van Monster snap ik ergens nog wel. Want het is natuurlijk ook een film die over een monster gaat. Dus het is niet heel vreemd. Maar die zo'n Van Gogh is natuurlijk een rare referentie. Maar ook opviel is dat ouders bijvoorbeeld een Volkswagen rijden. Wat ik ook weer in, wat toch enigszins een fantasieversie van Amerika is. Mm-hmm. Wel weer dat is die moderne Volkswagen Beetle. Ja. Die zij rijden. Die misschien ook, ik ben geen groot autokenner, maar misschien ook wel enigszins uit die tijd kwam. Nou, er zal wel een linkje met Volkswagen zijn geweest. Voor deze. Moet je in ieder geval vragen, anders mag je niet zomaar gebruiken. Okay. Met logo in ieder geval niet. Nee. Maar dat vond ik dan wel heel apart dat je dan in zo'n wereld die heel erg niet een echte wereld is, heb je dan zo'n heel erg herkenbare echte auto erin. Ja, precies. Maar het is een bepaalde keuze toch om dat te doen. Terwijl misschien bij die familie veel meer, weet je, zo'n oude station wagon of zo, zoiets, weet je, past daar misschien beter bij. Of, maar ik weet het niet zo goed. Ja. Ja, met van die houten platen. En precies, met van die woodpaneling aan de zijkant. Ja, de moeder wordt wel in het begin een soort van reflectie van Coraline zelf. Iets waar ze zelf naartoe zou kunnen groeien, van dat ze dat zoiets hoort als dat. Ja, dat is natuurlijk, het is, wat zij natuurlijk ook wil van die ouders, is heel erg wat een kind wil van die ouders. Wat een kind wil van zijn ouders is dat er altijd aandacht is en altijd tijd is. En in de echte wereld is dat er natuurlijk niet altijd. In die zin speelt die film ook, je zou het ook al als een soort een verhaal over parenting. Daar zit natuurlijk ook wel iets interessants in. Van hoeveel aandacht moet je als werkende ouders aan je kind besteden? Ja. Wat als je het heel druk hebt? Hoe ga je Misschien moet je als kind ook wel op een gegeven moment leren om... Dat het oké is dat je ouders aandacht van je aftrekken. En, Nou, zeker op haar leeftijd. Want het natuurlijk ook adolescent aan het worden is. Ja. Het is moeilijk om haar op leeftijd exact te schatten. Hè? Maar ik zou er een jaar of 11, 12 in die richting. Weet je, richting puberteit in ieder geval schatten. Dat is natuurlijk een moment waarop je eigen pad ook moet gaan trekken. Hè? Dus dat je misschien helemaal niet meer van papa afhankelijk moet zijn om jou te vermaken. Dat je erachter moet komen welke persoon je zelf bent. Ja.
Ja, en dit, interessant. Ja, wat ik wel ook trouwens wel weer leuk vond aan deze film is dat er geen cliché love interest verhaal in zit. Er is natuurlijk misschien wel het idee dat het wel iets ooit zou kunnen worden tussen haar en dat vriendje, maar het zit niet in de film. Nee. Er zit nergens een hint in. Hè, dus de cliché boy and girl story zit er niet in. Het, zijn, het wordt echt nog op een soort kinderlijke manier met elkaar. De scène bij de put heeft wel een beetje een klein meet cute gehalte, ja, maar niet, precies. Niet... Maar het zit er niet, wordt nooit heel erg benadrukt. En dat vind ik wel leuk, want het is natuurlijk ook het grote cliché van de Hollywood film is boy meets girl. Mm-hmm. En dat zit hier niet heel duidelijk in. Nee. En vind ook het is heel platonisch allemaal. Het is heel platonisch en een mooi ook uitgelaten. Mm. En het zou ook weinig aan het verhaal hebben toegevoegd om dat er wel aan toe te voegen. Nee. Dus dat vind ik ook wel weer dapper. Ik vraag me af of dat dan bijvoorbeeld bij in scriptontwikkeling bij Laika, of dat een discussie is geweest of dat er wel in moest of niet. Ja, misschien was het ook zoiets van, nou ja, de vader is ook niet zo nalatig, dus ze hoeft helemaal niet zo op zoek te zijn naar mannelijke aandacht om haar vader te vervangen. Dus, geen rolmodel nodig. Het kan ook gewoon zo beschadigd is ze niet. Ja, en dat maakt ook het idee van een sterke vrouwelijke hoofdpersoon gewoon beter. Dat je dat dan niet aan het einde weer afbreuk aan doet door te zeggen, maar die sterke vrouwelijke hoofdpersoon heeft wel een man naast zich nodig om gelukkig te zijn. Om de vergelijking wel af te maken met Inside Out. Ja. Als je kijkt naar hoe dat verhaal zo wordt, ja, daar zit dan niet zozeer een antagonist in. Net zei je Joy aanwijst als de antagonist daarin. Dat zou zo kunnen, zo'n heel geldige manier om naar te kijken. Maar ik zit wel te denken van, is de kat uit Coraline misschien een beetje bing-bong, aangezien die ook moet worden opgeofferd tegen de moderator? Ja, dat was wel een interessante scène inderdaad. Daar biedt ze wel nog haar verontschuldigingen voor aan later. Yeah. Lijkt de kat toch ook wel weer overheen te zijn op dat moment. Maar dit is wel een beetje het opofferen van zo'n soort side character. Yeah. Wat wel ook weer een Hollywood cliché is natuurlijk. side characters snel het loodje leggen meestal. En in dit geval niet het loodje leggen, maar wel even een kat naar iemand gooien is misschien goed. Het lost het probleem wel op in die situatie. Ik vond het wel leuk dat ik de film nu leuker vond dan vorige keer eigenlijk. Dat ik dat, toch wel, dat is dan te fijn. Ja, dat toch wel in Maar je kon hem ook wat meer kijken met minder de associatie met Tim Burton misschien? Ja, ik kan ook iets meer kijken omdat ik natuurlijk in de afgelopen 10 jaar eigenlijk heel veel animatie ben gaan programmeren. Dus veel meer gezien heb. Dus ook op een andere, ik kijk misschien gewoon ook op een andere manier. Ik zie nu qua speelfilms denk ik dat ik tussen de 50 en de 100 animatiefilms in een jaar zie. En qua kortfilms zie ik er duizenden. Ja, precies. Dus ik kijk op een andere manier. En ik kijk ook als curator. En wat zou je dit ooit ergens willen draaien in een thematisch programma of iets in die richting. Als je dan niet een film kijkt van Corpse Bride, zou ik zeggen, die zou ik niet draaien. Ik vind het gewoon geen interessant film. Nee, maar dat zou ik van deze film niet zeggen. Als je bijvoorbeeld een horrormiddag hebt voor kinderen. Dan is dit een hele leuke film, toch? En is hij daar ook heel erg effectief in. En wordt hij misschien ook nog net iets minder vertoond dan dat je het Nightmare Before Christmas draaien is echt een cliché. Ja, precies. En is dit net een originelere... Ja, je zit net een iets interessantere invalshoek aan. Daar ben je als programmeur, ben je daar altijd wel op zoek om mensen net weer even iets. Het kan best zijn misschien dat veel mensen die film nu toch niet... Ik moest ook, want ik was er even, denk ik, had hem niet. Ik heb uiteindelijk op Apple TV gekeken. Daar staat hij op. Nou ja. Maar bijvoorbeeld een Blu-ray vinden was nog niet zo makkelijk. Nee. Wat heel gek is van die Leica films. En ik heb hem wel op DVD, zelfs met een 3D-brilletje erbij. Want dan kon je met zo'n blauw en rood beeld. Dat lijkt helemaal niet zo mooi. Maar hij is wel echt als 3D ook gefilmd. Ja, dat weet ik. Improvementatio. Ik denk dat qua verbeterpunten, dus ik zou heel graag net iets meer achtergrondverhaal bij de karakters hebben willen zien. Ja, dus dat iets verder uitgewerkt was. Is er een bepaalde schrijver waar je denkt van die zou op kunnen zijn gezet? Dat durf ik niet meteen. Ik durf niet meteen zeggen of nou iemand is die dat heel veel verder had moeten uitwerken. En misschien, wat je zei, misschien zit het ook gewoon wel in Neil Gaiman's boek. Ja. En is het meer de vertaling van het boek naar een script waarin bepaalde dingen wat verder uitgewerkt zijn en bepaalde dingen wat verder weggelaten zijn. Misschien had hij zelf nog een keer een script kunnen schrijven. Ja, ik denk dat misschien interessant is. Het is al de tijd dat hij ook wel een scriptschrijver bezig was. Bijvoorbeeld de vertaling van Mononoke en precies. Beowulf. Ja, dus daar zou hij misschien nog net iets meer invloed kunnen hebben gehad. En dus ik denk dat die achtergrond zou voor mij interessanter zijn. Ja, goed. En ik zou graag iets verder weg hebben willen gaan van de clichés van de Amerikaanse film die er toch wel deels in zitten, ondanks het feit dat het qua gender er niet helemaal in zit. Ja, maar of gewoon beter verstopt of zo. Ja, maar ik denk dat daar zit je ook gewoon vast in het Amerikaanse studiosysteem. En hoewel Laika natuurlijk een redelijk nieuwkomer nog
Ja, was. Maar er zitten ook een focus features die je produceert. Precies. En die je merkt toch altijd bij dit type films, ook omdat animatie geen enorme markt is. Dus je weet, het is toch een soort van gok, want je weet niet of je je geld terugkrijgt. Dan flopt het natuurlijk ook heel veel. Ja. En omdat het vrij duur is om te maken, eigenlijk gewoon per minuut, dat er toch wel veel mensen vingers in de pap hebben waarschijnlijk. Ja. En daar wordt de pap niet beter van soms. Dat is gewoon het lastige. Dat zie je bij dit soort films terug. Ik vind het overigens wel, ik vind Leica wel een hele interessante studio. Alleen maar die zijn wel misschien, na dit is succes wel steeds beter geworden in wat ze doen. Ja, dat denk ik ook wel. Nadelen was Paranorman, die vind ik in sommige opzichten al meer zijn eigen ding. Ja. Maar Leica was natuurlijk in die zin ook niet nieuw, want het komt eigenlijk van Will Vinton, origineel. En er is overigens een hele interessante documentaire die op Annecy draait dit jaar, die heet Clay Dream. Die gaat over het verhaal van Will Vinton en zijn studio. Okay. En hoe hij. Will Vinton was een fantastisch animator die hele mooie dingen heeft gemaakt. Onder andere, als je nou echt een rare animatie, stop-motion animatie van wil zien die niet werkt, maar die wel interessant is, dan is zijn film over Mark Twain. Okay. Is een totaal bizarre film die nergens op slaat. Die is overigens goed te vinden ook. Okay. Ook op Blu-ray verkrijgbaar. Klinkt een hele rare film. Totaal flop. Ja. Maar wel interessant en heel knap gemaakt. Hele knappe kleine animatie. Maar Vinton Studio, er zat wel wat meer rafelrandjes aan. Ja. Die docu van die Clay Dream docu is trouwens echt een aanrader. Want hij heeft dus heel lang, hij was een heel goed animator, maar hij was een heel slecht zakenman. Ja. En heeft op een bepaald moment een heel raar contract getekend met Nike. Ja. Omdat hij geld nodig had. maar daarmee eigenlijk Nike controle gegeven over de studio. En die hebben hem er gewoon uitgewipt. En dat is Leica geworden uiteindelijk. Okay. Maar docu is heel interessant omdat het ook een soort spanning is tussen artistieke integriteit. Maar economisch niet snappen hoe je dit moet doen. Ja, en het groot kapitaal. Ook al ben je niet eens per se echt animatieliefhebber. Al weet je niet wie Will Vinton is. Dan is dat nog steeds de spanning die in die film zit. Die is gewoon heel interessant. Cool. Die wil ik wel zien, Ja. Ja, dat was een onofficiële tip. Wat zijn je drie tips? Ja, ik dacht, laat ik twee dingen tippen die bij ons op het festival te zien zijn. En ik ga één ding tippen. Dat heb ik zelf nog niet gezien, want het is pas 3 dagen uit. Dus dat ga ik als het goed is vanavond kijken. Mm-hmm. En de twee dingen die bij ons op het festival te zien zullen zijn is... Tip 1! Eén heb ik bewust een stop motion gekozen. En de film heet... Lekker een thema. Precies, die heet Bob Spit, We Don't Like People. het is een Braziliaans film. Hij heeft ook een Braziliaans titel en dat zal ik graag niet proberen. Mm-hmm. Die is van César Cabral en het is een hele goede stop motion. Het is een film met een soort punk aesthetic. Die gaat eigenlijk over een karaktertje Bob Spit, wat gemaakt is door een echt bestaande Braziliaanse striptekenaar die buiten Brazilië misschien minder bekend is, maar in Brazilië heel erg groot. Naam is Angeli, is de naam waaronder hij werkt. Mm-hmm. En het is ook een soort metafictionele film waarin aan de ene kant die wereld van Bob Spit bestaat, die heel grappig is en leuk bedacht is. Zijn tegenstanders bijvoorbeeld lijken allemaal op Elton John met die brillen en dat haar. Okay. Dat zijn een soort bad guys, maar een soort kinder Elton John versies in die film. Yeah. En tegelijkertijd zit er een soort metaverhaal boven over die Angeli die moet schrijven en die een writersblok heeft. Die niet weet waar die met Bob Spit heen moet. Okay, dus het is een beetje Paddington meets adaptation. Ja, zoiets inderdaad, ja. ik denk adaptation inderdaad, er zit wel zo'n soort van dat soort lagen inderdaad in, zonder dat het meteen een soort Inception wordt of iets in die richting. Maar ik vind het een hele leuke film. Als je van punkrock houdt of wat hardere muziek is die leuk, maar ook als je van striptekenen houdt en cartoons. Okay. En het is leuk omdat het een Braziliaanse film is. En Brazilië is nou niet meteen een land dat heel veel mensen met stop motion associëren. Maar dit is een volledig onbekende studio voor mij. En het is echt een doodgemaakte film. Cool. Echt heel goed. Oké, echt een mooie ontdekking. Tip 2! De andere is, ik wilde toch een anime film tippen die wij gaan draaien. En dat is Fortune Favors Lady Nikuko van Ayumu Watanabe. En die is gemaakt in Studio 4 Degrees. Dat is best wel een grote anime studio in Japan. Wat ik leuk vind aan die film dit is een hele leuke film en een best wel wilde film, maar het is ook een film die eigenlijk over een moeder-dochterrelatie gaat. En dat is eigenlijk de kern van de film.
Ja. Hè, zonder dat dat, daarvan zou je kunnen denken, is dat dan interessant voor anderhalf uur om dat uit te werken? Past het wel bij anime? Is anime niet meer rennen, vliegen, schieten en, of meer Ghibli fantasiewereld? Nou ja, vaak zijn juist de betere ook wel juist iets met een heel erg herkenbare kern. En dan mag je er omheen alle kanten op. Ja, en hier is ik denk de spanning tussen, hè, zo'n verhouding tussen een moeder die het soms niet helemaal lukt om een goede ouder te zijn. Toch een beetje Coraline. Ja. Een moeder die het niet helemaal lukt om een goede ouder te zijn en een dochter die... Ik dacht ook een beetje dat je hem daarop had uitgekozen. Die zit wel een lijntje inderdaad. Ja. En een dochter die adolescent wordt en die daar... Maar joh, nou goed, we kennen het wel. Soms schaam je je wat voor je ouders. Hè. Dat is een heel herkenbaar iets. Dat zit hier natuurlijk ook in. Een moeder die dingen heel erg op haar eisen. Wonen op een woonboot. Ouders die dingen op hun eigen manier willen doen. Zodat ergens ook... Klopt stilistisch niet, maar een soort Arnie M.G. Smit in mijn hoofd. Met ook van die ouders die dat dan op hun eigen manier allemaal wel willen doen. En hoe kinderen daar dan ook mee om moeten gaan. Ja. Maar ook wel weer stilistisch met hele leuke grapjes erin. En leuk gemaakt. Ja, dit is heel leuk omdat het frisse stem is in anime. En ja, een film met het hart op de juiste plek. Tip 3! Het laatste wat ik wilde noemen is, en die moet ik zelf nog zien, dat is The House. Hebt zoveel vertrouwen in die animatoren, denk ik. Ja, hier heb ik dus zoveel vertrouwen in. Nou, dat houdt nog niet in dat het een goede film is. Dit is voor Netflix gemaakt. Mm-hmm. Dit zijn eigenlijk drie losse delen die als een soort locatie hebben als centraal onderdeel. Het speelt zich allemaal wel af binnen dat ene huis. Binnen dat ene huis, inderdaad, ja. En het staat pas volgens mij 4 dagen op Netflix. Dus er was nog geen tijd hier om het te kijken. Maar dit is gemaakt door 4 animatoren. Die allemaal wel een staat van dienst hebben. Namelijk Emma de Swaaf en Mark James Rolls. Die onder andere Oh Willy hebben gemaakt. Wat een korte film is die ontzettend goed gedaan heeft. En This Magnificent Cake. Die heb ik gezien. Ja, die vond ik echt heel tof. Fantastisch film ook. Wij een paar jaar geleden ook gedraaid. Maar ook nog 2 andere. Nikki Lindroth van Baar. Dat is, pin me er even niet op vast of ze nou Zweeds of Noors is. 1 van de 2. Die maakt hele absurdistische en heel erg goed gemaakte animatie musical films. Vaak. Okay. Erg leuk. En Paloma Baeza. Die voor een paar jaar geleden met een studentenfilm Poles Apart het heel goed gedaan heeft. Een soort beetje ecofilm over 2 ijsberen en een bruine beer. Die elkaar dan ontmoeten, maar toch vrienden worden. En moeten omgaan met het feit dat ze... Dat hun leefomgeving eigenlijk aan het veranderen is. Ja, elke op een eigen manier. Ja, elke op een eigen manier inderdaad. Ja. Ja, dit is natuurlijk leuk. Waarom ik dit ook zo tippen is dat natuurlijk Netflix investeert gewoon heel veel in animatie op dit moment. Mm-hmm. Ook in anime. En, het is interessant om te zien welke rol zij daar nu in spelen. En ik vind het wel leuk. Kijk, dit is een soort drieluik. En dan ook nog eens animatie en stop motion. Best wel riskant. Dat is misschien iets waar een groot studio geen geld in zou willen hebben stoppen. Maar dat zie je, Netflix is dat dan toch wel welwillend om dat te doen. Zij zijn natuurlijk ook, ik ben natuurlijk festivalprogrammeur, ze zijn ook wel een interessante speler daarin. Omdat ze, dat zie je ook met groot filmfestivals, ze ontwrichten die hele filmwereld eigenlijk daarmee. En Cannes heeft echt een soort heel issue met Netflix. Ja. Het feit dat ze eigenlijk bij Cannes geen films willen draaien die niet in de bioscoop hebben gedraaid. En dat voor Netflix eigenlijk helemaal niet interessant is om naar de bioscoop te brengen. Nee, daar snijden ze zichzelf alleen maar mee in de vingers. And so we fought and we battled, yes we beat each other up. Both of us tried hard, we both failed. Yes, I had you by the thumbs, but neither of us won. Only the love for cinema prevails. Dat was hem weer. Dankjewel weer voor het luisteren. En natuurlijk ook heel veel dank aan Maarten dat ik op 16 januari bij jullie op bezoek mocht komen in Amersfoort om deze podcast op te nemen. Zijn er dan nog wat toffe films die ik heb gezien de afgelopen 2 weken? Genoeg, maar laat ik er vooral even 2 uitlichten die ik toevallig zag op dezelfde dag. Allereerst Memoria. Een van de stilste films die ik de laatste tijd heb gezien van de Thaise regisseur Apichatpong Weerasethakul.
Een film met lange, statische shots. Weinig geluid, totdat er best wel harde geluiden ineens tussendoor komen. En ook zeker een film waar je continu bezig bent met de vraag, wat is hier nou aan de hand? En over die vraag gesproken, later die avond zag ik de detectivefilm The Batman van Matt Reeves. Een benadering van het Batman-personage zoals ik die het liefste zie. Ik vond het tof hoe Batman nog een beetje aan het leren is om te Batmanen en vooral nog geen enkel idee heeft hoe hij moet Bruce Wayne'en. Ik vond Paul Dano erg tof als de Riddler. En ik voelde de 3 uur niet. En verder ben ik heel erg de Oscarfilms van dit jaar aan het bijspijkeren. Want ik verschijn een dag voordat deze podcast verschijnt ook in de Filmfans podcast om, net zoals vorig jaar, opnieuw mee te doen met de Oscar voorspellingswedstrijd met Nils en Narana. Hoe ik die ga aanvliegen weet ik nog niet wanneer ik dit opneem, maar ik kan in ieder geval garanderen, het wordt een gezellige boel daar. Dus pik die ook zeker er even uit om te luisteren. Anyway, dat was hem weer. Dit was een cinema production, gepresenteerd en gemonteerd door mij, Ruud de 20e eeuwse Vos, en met prachtige jingles van het genie Roy Grutters. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de patrons, namelijk Casey the Great, Nils Timmer, daar heb je hem weer van de Filmfans podcast, Martijn van Koolwijk, Cine Martijn en Ed Huisman. Wil je deze podcast ook graag wat financieel steunen? Dan kan dat via patreon.com/duimpjeworstelen. En ja, je vindt ons ook op de socials. Op Twitter, Facebook, Instagram. En vooral op het prachtige Letterboxd. Heb je een paar aanmerkingen op deze show? Stuur dan een lekker haatmailtje naar duimpjeworstelen@gmail.com. Ik hoor heel graag van je. Graag tot over 2 weken. En natuurlijk een hele dikke doei. Ladies and gentlemen, could we have an enormous round of applause, please, for our host, who has once again succeeded in bringing to us a plethora of top-notch, cinematographically themed entertainment. We have had an absolute ball, have we not? Next time on Thumb Wrestling. What bothers me a lot, now this is where we're getting into fan base, but there is a hyperbole amongst the fans of this property, and I think about a lot of franchises really, that, you know, public consensus is something that really is powerful. So if you have friends who feel a certain way, or your parents told you a certain thing, or you read that one review and you liked the way they wrote it, you may never watch that movie again and just go, oh, I agreed with it. So my whole life, I am now going to say that one thing that was said to me without really like watching it again and seeing where I might disagree with it. This podcast employs a strict only like and subscribe if you really want to policy. Okay, bye.